Ik ben de laatste. Oh my fucking god. 5 kills, 4 kills. Tot ziens, jullie kijken naar deze gloednieuwe serie op mijn kanaal Gamesville. En in deze serie, zoals je ziet, zijn wij Infinite Warfare aan het doen. En niet zomaar Infinite Warfare, we zijn Infected aan het doen op Infinite Warfare. Infected vind ik persoonlijk een van de leukste game modes natuurlijk in Call of Duty ooit gebracht. En wij gaan het dit natuurlijk spelen. Ik heb deze serie al eerder gedaan. Dit is de Road to Life Deatomizer. En dat is natuurlijk... Oké, we zijn niet de first... een nuke, een MOA, wat je het ook wil noemen, in natuurlijk Infinite Warfare. Oh shit, oké, hij is nog first, dus hij heeft nog een wapen. En dat houdt dus in dat we een 25 of 24 skillstreak moeten krijgen in de game mode Infected. Natuurlijk, als je dood bent, dat je een knife krijgt in je handen en de rest van de enemies moet uitmoorden. En waarom ik deze serie eigenlijk weer terugbracht, is eigenlijk, ik upload nooit meer echt Infinite Warfare video's. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. En sowieso Infinite Warfare, ik heb gewoon nooit haat tegen dit spel gehad. Ik vond het altijd gewoon leuk om te spelen. Natuurlijk, soms heb je wel, ben je er een beetje klaar mee, dan heb je er wat minder zin in. En, maar ik vind het... Oh my god, dat scheelt echt niks. Holy shit. Ik vind het super awesome. En ook natuurlijk omdat de game mode Infected erin zit. Ze hebben het er goed ingebracht, vind ik, in deze game natuurlijk. Dus we gaan het zeker ook even spelen. We spelen trouwens met de Akimbo Hornet. Dat zijn automatische pistols. Dat is een killsteel die op zich... nice kunnen zijn van dichtbij, maar van veraf echt bouwd zijn. En ja, vinden jullie deze serie nou leuk? Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen als jullie deze serie dus leuk vinden. En ik had gevraagd in de, toen we de laatste aflevering van de Road to Life Infected Deatomizer hadden gehaald. We hadden namelijk maar 2 afleveringen. Aangezien wij zo pro zijn dat we al na de tweede aflevering al bijna 2 nukes in 1 aflevering hadden gehaald. En ja, ik had dus ook een nieuw gehaald in die aflevering. En dan was de serie eigenlijk voorbij. Maar ja, ik vind het op zich te leuk om eigenlijk achter me te laten. Ik heb altijd wel zo'n serie gemist, weet je wel. Bijvoorbeeld Jansen series die altijd Infected deed op MW3. En ook op IW vond ik altijd geweldig om te kijken. En ik dacht van, weet je, ik vind het leuk om te spelen Infected. Hopelijk vinden jullie de video's natuurlijk ook leuk op Infected. Dus waarom brengen we het niet... Oh shit, was het een enemy? Nee, hij heeft een rood pakje. Ik schrik me de hele tijd dood door hem. Dus hopelijk vinden jullie deze serie leuk. Want ja, ik vind het super leuk om te doen. Oké, kom op. Er zijn al 9 infected. Holy shit, daar heb ik niet eens door. Ja, het is zelf de map... Oh my god. Oh, deze dingen zijn zo bouwd, hè. Oké, ik heb hem de kill in ieder geval. Holy shit, dat was niet zo goed. Oké, ja, we moeten tegen zoveel infected nu al. Ze komen ze al. Oh, wat een killsteal. Ze moeten echt bijna tegen je aanstaan, wil je ze kunnen schieten. Kut, ik heb niet zoveel ammo meer. Ik heb scavenger nodig. Hier hebben we scavenger pack. Oké, onze hele team is eigenlijk al zo'n beetje dood. Ik nak gewoon de scavenger van mijn teammate. Gewoon fuck dat. Want we hebben die ammo nodig, want we hebben niet zo... Oh, hij is dood, teammate. Ik heb hem. Oké, ik weet niet waar. Ik denk dat ik gewoon een beetje hier nog blijf. Want ik heb hier namelijk een best wel open area. Oké, we zitten maar op een 5-schiet. Dus gewoon een inkompotje, uitlegpotje. Natuurlijk, want ik moest net de hele tijd brabbelen tegen jullie. Oh, hij is nog niet dood. Oh, nu wel. Oké, teammates zijn lekker daar te campen. Ik heb ze... Oh, kut, ik was net te laat. Nee, teammates. Oké, 12 enemies. Oké, dit kan. Dit kan nog... Waar komt hij dan vandaan? Huh? Ik ben er gewoon voorbij. Oh my god, hij zat achter... Oh, dat deed hij wel slim. Holy shit. 8-1 ging wel. Wat een 8-streak. Natuurlijk niet echt hoog. We hebben natuurlijk... Ik weet nog steeds niet of het 25 of 24 killstreak is. Maar ja, we gaan gewoon 3 potjes doen per aflevering. Gaat hij dood? Let op. Oh, jammer. Snel sliden. Ah, oh, wauw. Oké, nice team te hebben volgens mij. Oké, er zijn er nog maar 3. Ja, nu nog 2. Zit die guy daar nog in de hoek? Leeft hij nog? Volgens mij niet. Volgens mij is hij ook al down. Ja. Oké, nog 2 mensen van level 45 en 44. Ik weet niet of ze heel goed zijn. Ik denk dat ze binnen nu en... wat zal het zijn? Een minuutje dood zijn. Minder half een minuutje. Dat dacht ik al. Ja, dat is altijd zo leuk. Dat heb je in elke Call of Duty waar eigenlijk Infected in zat. Je ziet dat de laatste enemy... Wat? Wat was dit? Zat hij op een... Wat? Wat is dit dan? Wat? Oh my god, dit wist ik niet. Ik zeg een level 44, die zal wel noob zijn. Hij zit op een van mijn vage glitchspot, joh. Wat de hel? Ik wist niet eens... Oh joh, je hebt ook een vlag?
Ik heb dit spel te lang niet gespeeld, dat zie ik nu wel. Maar jongens, we gaan natuurlijk 3 potjes doen, dus op naar game nummer 2. Tot zo. Zo mensen, zijn bij game nummer 2 aangekomen op de map Throwback met de FHR-40. Natuurlijk een super chille submachine gun en een super chille map om eigenlijk Infected op te spelen. Ik hoop dus niet dat wij First Infected gaan worden, want dat zou ik super kut vinden. Aangezien dit best wel een nuke potje waardig kan zijn. En ik heb zo het gevoel dat ik hem ga worden. Please. Oh my god, oké, okay, nice. Ik weet ook niet waar die fucking guy was. Oké, hij is al gelijk geleerd. Dat is wel jammer natuurlijk dat de mensen gelijk lieven. Ik denk dat deze guy het gaat worden. Hoe heet die? Atulbox? Atulbox? Bro, you what, mate? Oké, hij gaat er worden. Let op 3, 2, 1. Ik zeg het, ik ga hier achter zitten. Let op die minimap. Oh nee, daarachter. Wauw. Please leave die guy niet. What a random is infected. Oké, okay, we hebben geen secondary trouwens. Dat dacht ik eerst wel dat er altijd... Oh shit, wat de hel. Je hebt wel wat van die vage granaatjes. Oké, okay, maar... Ik moet eigenlijk weer wat vaker IB gaan doen, jongens. Oké, okay, teammate. Ik kan hem niet zien. Teammate. Don't die, mate. Ik zie hem niet. Oh my god, ik heb scavenger pack. Nou, ik weet niet waarom soms zo'n British accent opzet. Oké, okay, nice. We gaan weer wat mensen joinen. Dat is super awesome. Er zaten namelijk maar met 12 mensen erin. En nu komen er steeds meer. 13, 14, 15. Komt er nog één? 16. Zo, er wordt steeds meer. Oké, okay, waar is die infected, man? Ik ben een beetje rond aan het bonjouren. Even kijken of we hem tegenkomen natuurlijk. De teamen zitten natuurlijk altijd hier bovenop te campen. Dus als die first infected nou hier even langs loopt, dan kan hij hun even killen. Ik denk ook dat dit wel de chillste plek is bij de limoen. Of het limoen, de citroen. Oké, hij is geleerd. Oké, ja, hij is zelfs timed out, joh. Wat? Die vind ik denk ik gewoon, ik trek mijn hele internetkabel eruit. Terwijl je ook gewoon kan leave, I don't know. Oké, het is nog steeds de kans dat wij hem kunnen worden. En dat zou best wel jammer zijn, want we hebben nog 0 kills kunnen maken. Of iets kunnen doen in het potje. En... Nee, Apollo seals hem. Oké. Ja, ik zie nooit... Blijkbaar was hij hier. Oké, ik hoop dat deze man wel iemand gaat killen. Want het duurt een beetje lang. We hebben namelijk nog maar 37 seconden. Shit. Kom op, enemies. Kill some people. Oh my god, dit gaat toch niet gebeuren. Hij heeft een wapen. Hij hoeft hem alleen iemand te raken. Wel, niet mij dan, maar gewoon iemand. Enemy, ja, schiet hem dood. Oh my god. Wat voor level is hij? 44? Oh my god. Je gaat toch niet menen dat we gewoon het potje eindigen door... Omdat de fucking tijd voorbij... Oh shit, ik was wel weak daar. Oké, ik moet even oppassen. 7 seconden, dit ga je niet menen. Nee. 3, 2... Oh my god, wat een held. Wat een... Gelijk 2 man dood. Oh, die killde zichzelf. Oh, wauw. Echt, op de laatste seconde killt hij nog iemand. Wat een koning. Oké, hij spant hier, denk ik. Met zijn teammate. Ze spannen hier toch. Hallo? Oké, opeens gaat er 6 man dood. Dit wil ik ook niet hebben. Jongens, wat rustiger aan alsjeblieft. Oké, nu moeten wij gaan killen. 6 tegen 11. Of 11 tegen 6. Ja, dit moet... Oh my god. Nee, shit. Oké, dit is wel het aantal. 9 tegen 7, dit kan. Oké, we blijven eerst even op de bus hier. Gewoon een beetje chillen. Een beetje kills pakken. En geen killsteals krijgen. Oké, die heb ik. Shit, het ammo is echt fucking weinig, hoor. Dat zeg ik je wel. Dat wist ik niet eens. Oké, nu gaan ze komen. Oh. Hij komt, teammate, heb je hem? Zo, mijn aim is ook wel echt lekker, hoor. Oké, onze ammo is niet zo heel veel. Oké, hier zie ik... Oh my god, de scavenger is weg. Oh, kut. Lekker, die heb ik. Oké, ammo. Nice. Oké, we moeten een beetje de concentratie en de speed erin bouwen. Fuck it, ik gooi die gewoon naar... Oh, hij stuk er vol, ouwe. Oh, hij kreeg dat ding gewoon vol in zijn ribbenkast gedouwd gewoon. Oké, zit hij hier? Teammate heeft hem daar. Ik hou hem hier... Oh shit, dat was een drone volgens mij. Hij rent om, die enemy. Oké. Het is nu menus, 8 tegen 8. Het is gelijk. Teammate, ik help je. Hij helpt mij niet. Of helpt er. Jezus, Dylan. Ze komen. Hoeveel kills zitten we al? Ik weet het niet. Oké, teammate zit op 10 streak. Ik heb weer niet zoveel ammo. Ik moet even wat... Oké, shit, ouwe. Oké, ik moet even het scavenger weer hebben. Zo, oké, we hebben wat scavenger. Oké, ze lopen ook om. Ik ga iets terug. Ik ga naar de citroen toe. Citroen, ik kom naar jou. Nice, die hebben we ook. Scavenger pack even opvangen. Dankjewel. Ik gooi weer even zo'n ding naar binnen daar. Oh, die was bijna raak. Oh, ik heb hem wel. Nice. Ik weet dus niet of die granaatkills meetellen. Volgens mij niet. Maar dat zou wel naar veel chiller zijn. Springen. Naar achter. Oh shit. 10 streak. Oké, 10 streak.
Scavenger. Oh shit. Ik moet wel zeggen dat je best wel vaak moet raken hoor, voordat ze neer... Oh shit. Bom. Oh shit, het is zo... Team is op links. 15 streak? Ik weet niet, nog 10 kills volgens mij. Het kan dit potje. Oh, ik zweer, ik hou van deze map. Infected op deze map is echt nice. Waarom gooit hij daar een smoke neer dan? Van die japie. Oké, ik moet ook links in de gaten houden, want ik weet niet of mijn teammate zat redden. Oh shit. Hij zit hier, hij zit hier. Om de hoek gelijk. Daar moeten we wel voor oppassen. Kijk, dat bedoel ik links. Hou links in de gaten, jongens. Dit kan hem worden, ik zeg het je. We hebben een scavenger nodig. Team is stelen alles. Oh. Oké, okay, ik ben een beetje aan het concentreren. Kill steal. Jij, oh, ik wist hoe lang... 22 kills. Ik dacht al, hoe lang gaat dit nog goed? Dat kan toch niet zo... Ja, en hij gaat dood. Hij springt. En hebben wij hem? Nee, oké. Okay. Oh, shit. 22 kills. We zaten echt close. Holy shit. Oh, dit was echt spannend. Oh, dit is een vliegje. Dit is zo'n vuur... Zo'n vuurvliegje. Zo'n fruitvliegje rond. Heel mooi. Oh, hij deed een selfie. What the fuck? Ik heb dit spel echt te lang nu gedaan. Maar holy shit. Oh, die comic card ook. What the hell? Ik moet dit echt wat vaker gaan spelen of zo. Maar holy shit. 22 kills. We zitten close. We gaan nog een final potje doen. Dus op naar game nummer 3. Tot zo. Zo mensen, zijn bij het laatste potje aangekomen op de map. Hoe heet dit de map? Scorch. Ik moet even weer wennen aan dit spel. We spelen trouwens weer met de FHR40. En we gaan gewoon kijken of deze keer nog closer kunnen komen dan net. De kans bestaat nog steeds dat we first infected gaan worden. Wat ik hopelijk niet hoop dat dat gaat gebeuren. Nog over 7 seconden en we zullen erachter komen. Er zijn maar 7 mensen in dit potje. Dat vind ik wel jammer. Net waren er een paar geliefd. Ik ben hem niet geworden. Oké, de super Raoul guy is dood. Oké, er zijn al 2 infected en er zijn nog maar mensen 5. Het kan zo zijn. Oké, er joinen ook weer mensen. Dat... Door deze hoeveelheid qua mensen in het potje, dat het juist makkelijker is om een nuke te halen. Of ja, ik weet het niet, we zullen het zien. Want ja, 2 tegen 6, nou, is nog pittig te doen. Dus we kunnen kijken of we dit potje gaan ownen. En ik hoop niet dat ik gelijk dood ga, want die kans bestaat er natuurlijk ook. En ik hoop dat... Oké, ik dek je teammate, lekker. Oké, nice. Ik hoop dat we gewoon een beetje erop af gaan rennen, een beetje dat we gewoon veel kills kunnen krijgen... En ja, we zullen zien. Er joinen langzaam steeds wat mensen. En er lieven ook weer steeds wat mensen. Dus het verschilt gewoon steeds. Ja, dat soort dingen hebben er natuurlijk altijd in zitten. 6 tegen 3. Oké. 5 tegen 4. Oké, er gaan steeds meer mensen dood. Dat is wel jammer. Oké, we moeten even wat rustiger aanspelen. Rustiger aanspelen, yo. Kick voor in. Oh, ik heb hem. Nice. Tjong, jongen. Soms snap ik echt niet waarom mensen een potje... in blijven en dan uiteindelijk toch niks gaan doen, weet je wel. Dus, ja, nou, het zal wel. Oké, we hebben maar fucking 3 kills en iedereen is nu al bijna dood. We zijn zelfs in de meerdere... Ik ga dood. Ik ren weg, teammate. Dankjewel. Zit er nog één? Oh my god. Oh! Wat deed hij dan? Hij hield die troon even vast en deed gewoon niks. Oké, dan waren we bijna dood. Dit ding heeft namelijk niet zo heel veel ammo. 40... Het lijkt veel, maar je schiet het ook weer heel snel op. Oké, de joiner wel de hele tijd weer wat mensen bij. Dat is wel nice, maar ook best wel irritant. Want ja, zo blijft het potje de hele tijd gaan. Oké, er is weer iemand dood. Shit. Oké, ik weet... Ja, teamen zitten allemaal daar. Ik vind dit... ik denk dat ik hier blijf. Zo, teamen had een lekkere triple kill daar. Oké, komen ze... Ze zitten niet echt hier. Oké, er is weer iemand... Oké, wij gaan gewoon hier. Hier zijn namelijk... Oeh, tactical insertion. Oh, dit ding is niet zo heel sterk hoor. Oké, ik durf daar niet mee heen. Ik durf hier ook... Ik heb jeuk in mijn ogen. Ik durf hier ook eigenlijk niet te zitten. Ik ga wat terug. Oké, we zitten hier wel chill, denk ik. Teammate in je nek. Ik heb... Oh, ik save die teammate. Kom maar. Oh, hij springt weg. Dag. Wat is Jens? Lol, Jens is gesessen. Daar haak ik niet eens door, joh. Wat een gozer. Oké, het is... Oké, het is nog steeds best wel druk, hoor. Ja, Jens zit hier. We zitten maar met 4 man. Oh, dat was Jens niet eens. Lol. Teammate, kijk dan uit, jongen. Oh, hij heeft hem al. Lol, ik had er niet eens door. Oké, ze...
teammates. Oh my god, let nou eens op, man. Oh shit, wat de hel? Opeens het hele enemy leger. Infected. Oh my god. Oh shit, het is zo druk. Oh, zijn met z'n drie. Ik moet hier weg. Ik moet hier 100% weg. Laat maar, ik ga terug. Ik moet hier weg. Wat? Ik ben de laatste. Oh my fucking god. 5 kills. 4 kills. Oh mijn god. Dit meen je niet. Ja! En mijn team is... Huh? Oké, het zal wel. Oh my god! Oké. We hebben hem gehaald. We hebben hem niet af kunnen laten gaan. Sowieso was ik denk ik niet van plan om weer na 1 aflevering te stoppen. Ik denk dat we gewoon doorgaan. Oh, what the fuck heeft hij voor poppetje aan? Oh my god. Oh my god. Ik denk dat we gewoon doorgaan. En ook al halen we die ads. Dat we gewoon dit een leuke serie blijft gewoon om steeds door te gaan. Maar holy shit. Damn. Dit was awesome. Dit was awesome. Holy shit. Nou. We hebben de Diatomizer gehaald. We hebben hem helaas niet kunnen aflaten gaan. Maar ja, ik ga gewoon door met de serie. Totdat we er gewoon eigenlijk geen zin meer in hebben. Totdat jullie er genoeg van vinden. Ja, ik hoop dat jullie deze fucking eerste aflevering leuk vonden. Vergeet dan niet zeker te belonen met een duimpje. Mocht je het super tof vinden. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen.